Een matcha latte of een bakje pleur? Matcha latte, denk ik. Nou, wel lekker bakje pleur. Bakje pleur. Nee, met havermelk, ja. Hier op de Westerstraat is de consumptiekloof perfect te zien. Hier achter mij een traditioneel Jordanees café en een straatje verderop een super hippe bakkerij. Kunnen deze twee dingen naast elkaar bestaan of doen ze af en toe water bij de wijn? Wij gaan het checken. Heeft u hier ook een broodje avocado met hummus misschien? Nee joh, ben jij gek, nee. Geen hummus en avocado bij Slagerij Vet. Deze traditionele zaak is rond lunchuur juist populair met bijvoorbeeld een broodje bal of filet américain. Nu is het 2023. Er is best wel een grote shift gaande in van vlees eigenlijk naar vega, soms zelfs vegan. Merken jullie dat ook aan de mensen die hier in de slagerij komen? Ja, ik denk wel dat we dat merken. Je merkt vooral ook dat mensen veel bewuster worden van wat ze kopen. Waar ze voorheen wel meer kwamen om iets meer algemeen, een stukje stoofvlees of zo, komen ze tegenwoordig wel vaak steeds meer met een specifieke vraag. Je merkt ook misschien wel dat mensen vegetarisch worden of vegan, zoals je zegt. Maar ja, hier zijn we in de slagerij, dus dat merk je hier niet per se heel veel. Zie jij om je heen dat de horeca in Amsterdam verandert? Ja, ik zie wel steeds meer hippe tenten komen en kleine businesses en zo. En nu wel overal havermelk, sojamelk, koeienmelk wordt nauwelijks meer besteld. Ik werk ook in de horeca en er kwam laatst iemand vragen of wij natuurwijn hadden. En toen zeiden we dat niet hadden. En toen werd ze wel een beetje gepikeerd. Natuurwijn of een pilsje? Natuur wat? Natuurwijn. Broodje warm vlees of een cruffin? Wat is een cruffin? Een cruffin is van een croissantdeeg, maar dan in een andere vorm, in een muffinvorm. En dan doen we een wisselende vulling in. Ja, want bij Bakkerij Voort 9 staat er elk weekend een rij voor de deur voor cruffins, warme croissantjes gevuld met softijs en biologisch speldbrood. Waarom is dat zo populair? Ik denk wel dat mensen bewuster bezig zijn met eten, met de oorsprong van de ingrediënten en de kwaliteit van eten. Denk je dat er misschien een soort culinaire revolutie aan de gang is? Ik denk dat je altijd de klassiekers houdt. En er zijn gewoon een aantal plekken die één of twee dingen gewoon echt mega goed doen. En dat blijven doen. En ik denk dat altijd blijft bestaan omdat mensen dat ook heel erg waarderen. En onze specials maken we omdat we dat leuk vinden om te doen. Dus een croissant soft ijs, een cruffin. En het zou tof zijn als dat blijft. Maar net als onze smaken hechten we daar niet aan en is het volgende week gewoon weer anders. En als we op een gegeven moment iets heel anders willen gaan doen, dan gaan we dat ook zeker doen. Dus misschien is hier over een paar jaar wel vegan tartaar te kopen? Ja, zeg nooit. Ik zou het niet weten. Nee.